Ik vind het gewoon jammer dat het gaat sluiten. Er is opeens helemaal niks meer voor de jeugd. Niks meer. Weet jij het nog? Even een avondje naar de Hooi. Na bijna een halve eeuw is dat nou vanavond voorgoed voorbij. Vanavond is de closing party hier in de Hooizolder. En dat is eigenlijk een afsluiting van een tijdperk. Een tijdperk waar heel veel mensen herinneringen aan hebben. Aan die ene of vele avonden hier in de Hooizolder. Ik kom hier sinds 85, 86, 87, 88. Met vrienden altijd. De boel onveilig maken en dan krijg je, pik je Hooizolderglazen mee. Wat leuk. Ik heb er nog steeds twee van de Hooizolder. Gewoon gejat. 80, ja. Voor mij is dat alweer, denk ik, al 30 jaar. Dat ik hier geweest ben, dat ik hier geweest ben. Ja. Toen we 18 waren, daar kwamen we er al. We zijn nu 55, dus we wilden de laatste avond toch meemaken. Ik kom van Walcheren, dus het enige wat er was, was jojo. En dan gingen we daarna door naar de Hooizolder. En dan fietste je terug naar huis. Ik kom dan naar Middelburg. Totaal onderkoeld kwam je thuis. Maar ja, dat het gewoon een feestje was en dat iedereen elkaar kende. En heb je wel eens een keer een leuke jongen hierop gesnorkeld? Nee. Tegen jou als het jou. Ja, nee, niet hier. Het is eigenlijk wel een beetje een gekke avond, toch? Een hele gekke avond, ja. Net zoals, ik denk dat het besef pas morgen komt. Ja, het is afgelopen. Het is gewoon, voorbij, helaas. Drinkt het nou tot je door of eigenlijk niet? Ja, eigenlijk nog niet. We worden nu eigenlijk nog steeds geleefd eigenlijk. Want we hebben het gewoon ontzettend druk gehad, ook met de kerstdagen. Ja. Dus ik denk dat de klap pas na een nieuw jaar valt. In april hebben jullie dit gekocht, maar ik denk met een heel ander doel. Wat voor doel was dat? Ja, dat gewoon de Hooizolder een nieuw leven inblazen. Ja, het is een statement. En dat wilden we weer. Dat is deels gelukt. Maar ja, nu is het einde verhaal. Ik vind het gewoon jammer dat het gaat sluiten. Dus opeens is er helemaal niks meer voor de jeugd. Niks meer, niks meer. En dan denk ik van ja, waar gaat de jeugd naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe? En dat is een vraagteken. Er is, hier in Zeeland is er eigenlijk nergens. Alleen in Middelburg zijn er wat uitgaansgelegenheden voor de jeugd. Maar echt discotheken zijn er nergens meer. Dus ik vind wel dat er... Ergens Middelburg, hier in Zuidlanden, zou er toch nog iets moeten komen om in ieder geval in de zomer de jeugd nog te kunnen vermaken. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Waar moet je dan heen? Middelburg. Ja, is dat leuk genoeg? Nee, niet zo leuk als hier. Ik vind het jammer dat de eigenaar Heineken toch niet verder gaat met zulke tenten. Want ik denk dat er toch wel... belangstelling is om zulke feesten te organiseren. Een projectontwikkelaar die wil eigenlijk een hotel bouwen. Het is natuurlijk een A-locatie en wij gebruiken natuurlijk maar een heel klein gedeelte. Dus dat wordt er allemaal volgebouwd. Hoe kan de Hooizolder nou zo'n begrip zijn geworden? Het is hoofdzakelijk, het is gewoon een gezellige kroeg van heel veel soorten mensen door elkaar heen. Het is gewoon een mengeling van allerlei soorten leeftijden en nationaliteiten. En dat is een heel sterk iets wat je hier hebt gewoon. Het is een beetje een... down-to-earth hier zo. Het is niet uit de hoogte, het is allemaal ons kent ons ook. Maar de mensen die daar van buiten afkomen, worden ook gewoon opgenomen in het hele circus. Zeg maar. Dat is eigenlijk wel een sterk iets van de Hooizolder. Wat wel leuk, toen hadden ze stickers, van die grote zwarte stickers met gouden letters. De Hooizolder, de contouren, die sneek ik helemaal uit. En die plakte ik op de achteruit van mijn GTI'tje. En ja, dat was gewoon iets gaafs. De Hooizolder achter op je auto, weet je wel. Dat is toch een fenomeen. Ik heb hier ook nog met mijn ouders gestaan. Ja, echt. Was, ja, leuk. André Hazes kwam dan. Jij hebt nog met André op het podium gestaan.
Dus ja, dat is ook nog wel een mooie anekdote. En toen vroegen ze nog om voor danseressen. Zou jij met je vriendin willen dansen? Nou, doe maar niet. Nou, kom nou, het is pas over een uurtje. Nou, vooruit dan. Dus toen hebben we staan dansen met André Hazes. Ik was hier blijven hangen en ik wilde eigenlijk met de taxi terug, maar er was geen taxi meer. Ja, dan ben je verplicht om met de bus terug te gaan. Was dat de discobus? Dat was die discobus. Nou, dan ging je dan naar Aagtekerken. Alle kerkers heb ik gezien op een gegeven moment. Kom je op een gegeven moment, waren we bij Oostkapelle of zo. En op een gegeven moment kwam er nog een berichtje van, ja, er staan hier nog mensen. Dus die bus weer helemaal terug, al die dorpen weer langs. En toen begon het weer helemaal opnieuw. Een goede vriend van me, die dacht ook een keer een meisje te hebben gevonden. En ja, dat bleek een jongen te zijn eigenlijk, die verkleed was. Dus dat was wel hilarisch natuurlijk. Dat was wel pijnlijk. En daar kwam hij thuis achter. Nou, hij was aan het zoenen en toen gingen we toch een lichtelijke hint geven. Van, heb je het wel goed gezien? Sluiten. Wat vindt u daarvan? Ja, aan de ene kant wel jammer. Aan de andere kant van, ja, ook misschien wel begrijpelijk. De hele horeca ligt op zijn gat. Dat ontwikkelt zich. En het hoort bij de evolutie van de horeca. Wat voor avond is vanavond dan? Ja, voor mij met een lach en een traan natuurlijk. Zoveel jaar plezier gehad. Heel veel. Ja, gewoon, ja, mijn hart en mijn ziel hebben we er altijd in gelegd. Is het niet een gemis voor Westkapelle dat weggaat? Zeker. Zeker voor de plaatselijke jeugd, zeg maar. Die dan toch vertier zoekt. Er is weer iets weg. Weer een plek waar ze naartoe konden gaan eigenlijk, is weg. Het is echt over en uit. Het is gewoon het is heel apart. Want het is toch vanaf mijn 17e hier begonnen. En nu 50. En dan denk je toch van, ja, het aantal jaar. Jammer. Ja. Jongens, dit was hem dan, hè? Ja, het is een beetje voorbij, hè? Het is een tijdperk.